De sprintkwalificatie in Brazilië is achter de rug. Oscar Piastri heeft pole position voor de sprintrace van morgen. Max Verstappen kwam helaas niet verder dan de vierde plek. Maar Ronald, McLaren lijkt tot nu toe wel erg sterk hè? Uh, ja, absoluut. Waren vandaag in ieder geval, hè, vrijdag moet ik zeggen, waren ze wel een, uh, een klasse apart. Over één ronde dan in ieder geval. Uh, zelfs zo'n klasse apart dat eigenlijk iedereen in de paddock dat concludeerde. Charles Leclerc hij zei van ja ik hou er helemaal niet van om zo vroeg in het weekend al te zeggen dat er niks tegen één team te beginnen valt. Hij zei daarom zal ik dat ook niet zeggen. Maar hij zei wel van ja vandaag uh, konden we niks meer dan dit en was McLaren echt gewoon een maatje te groot voor iedereen. Uh, helemaal erbij neerleggen hoeft ook nog niet omdat uh, de race pace hebben we nog niet geweldig representatieve data van. Hè? VT1 zei daarover nog niet alles dus daar gaan we in de sprintrace pas een beter beeld van krijgen. En ten tweede, er gaan wel wat voorspellingen rond dat er misschien nog wat ander weer in de lucht kan hangen voor later op zaterdag uh, en eventueel zondag. Max Verstappen zei, ja, dat gaat waarschijnlijk niet voor de sprintrace zijn, maar heel misschien voor de reguliere kwalificatie en voor de hoofdrace. Nou ja, het is eigenlijk niet te voorspellen daar, want hè, uh, Interlagos betekent letterlijk tussen de meren. Uh, en dat betekent ook dat, ja, we hebben vaker gekkere dingen gezien daar, dat het weer zich heel lastig laat voorspellen. Dus uh, dat, 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 dat uh, laten we gewoon op ons afkomen. In ieder geval afgaande op de baanactie van vrijdag was McLaren uh, ja, superieur. En was eigenlijk uh, Lando Norris heel erg lang toonaangevend. En juist daardoor verdient Oscar Piastri wel weer heel veel lof. Want ja, dat is toch een enorm coole kikker. En die kan heel erg leveren op het moment dat het echt moet. En dat heeft hij natuurlijk gedaan. Want uh, Lando was de hele kwalificatie toonaangevend. Maar dan op het vallen van de vlag, de slotseconde. Dan staat uh, Oscar daar in één keer als een duveltje uit een doosje. Dus uh, zeker ook een compliment. Wederom niet voor het eerst voor de koelbloedigheid van Oscar Piastri. Een af inderdaad, voor Oscar Piastri. Nou heeft McLaren de eerste twee startplekken te pakken voor morgen. Ik kan me zo voorstellen dat ze mij McLaren misschien liever hadden gewild dat deze twee omgewisseld waren. Kunnen we morgen misschien teamorders verwachten van McLaren? Uh, ja, dat is niet uit te sluiten. Uh, sterker nog, het kwam na afloop al uh, ter sprake. Niet geheel toevallig uh, door het uh, Engelse Sky Sports, hè, die daar natuurlijk ook wel uh, alle baat bij jou hebben, maar die vroegen meteen aan. Uh, aan Oscar Piastri van, ja, ben jij bereid om deze plek op te geven? Ben je bereid om Lando te helpen in de, in de titelstrijd? Nou, toen zei Oscar Piastri van, uh, uh, ik wil natuurlijk zelf ook altijd graag winnen. Maar hij zei, ik snap wel dat de, 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 dat de punten voor het koerierskampioenschap voor ...een stuk belangrijker zijn voor Lando dan dat ze voor mij zijn. Dus hij stond daar niet helemaal uh, onwelwillend tegenover. Hij zei natuurlijk van, ja, we moeten sowieso maar zorgen dat we P1... En P2 worden ook voor het constructeurskampioenschap, waar Ferrari natuurlijk ook uh, behoorlijk is komen opzetten in de voorbije weken. Dus hij zei, dat is het belangrijkste, P1 en P2, veilig stellen voor het team. En hoe we dan die plekken verdelen, daar kunnen we nog wel naar kijken. Uh, dus geeft aan dat ja, teamorders uh, zeker niet zijn uitgesloten. Het kwam ook al aan bod in de persconferentie voor teambazen uh, eerder op de dag. Uit mijn hoofd, wederom niet geheel toevallig, uh, was dat ook op aandringen van Sky Sports. Uh, namelijk de vraag aan uh, teambaas Andrea Stella: van ja, uh, hoe zit het met die teamorders? En zijn jullie bereid om uh, Lendo aan de wereldtitel te helpen? Of in ieder geval om hem in de titelstrijd volledige prioriteit te geven? Uh, en toen zei Andrea Stella: van nou, eigenlijk is er niks veranderd ten opzichte van Baku. Hè? Voor Baku hebben ze die uh, papaya rules aangepast. Toen hebben ze, zo noemen ze dat zelf, de prioriteit. Bij Lando Norris gelegd. Nou, dat gebeurde bijvoorbeeld uh, met updates. In Austin kreeg dan eerst uh, Lando de nieuwe onderdelen. Maar dat kan ook gebeuren met de teamorders. Uh, en Andreas Stella zei van ja: die situatie is nog net zo. Dus de prioriteit ligt bij Lando Norris. Maar hij zei erbij: we willen dat wel op een uh, iets wat nette manier doen. Richting de toekomst, omdat we natuurlijk ook Oscar Piastri niet uh, een enorme knauw willen geven. Maar goed, uh, de prioriteit ligt wel bij Lando. Uh, en om het verhaal van McLaren helemaal compleet te maken... nog een blik op de, de technische zaken, namelijk op de updates. Uh, eigenlijk heel weinig updates dit weekend. Alleen maar wat bij Zauber en dus bij McLaren. Uh, en bij de andere teams komt toch wel het uh, ja, uh, budgetplafond een beetje in zicht. Toto Wolf heeft al gezegd, van, ja, bij Mercedes uh, is het geld niet op... maar wel het geld dat we uit uh, mogen geven is op. Uh, ook door een paar van, uh, van de crashes van George Russell. Hij zei, van, ja, we kunnen alleen Russell nog op de nieuwe spec zetten... Maar we kunnen geen nieuwe updates meer introduceren. McLaren kan dat schijnbaar wel, want die hebben dit weekend wederom een compleet nieuwe achtervleugel. En die hebben twee nieuwe Beamwings die daarbij passen. Eentje Low Down Force, eentje High Down Force. Dus McLaren blijft er maar uh, updates tegenaan gooien. En dat heeft me ook wel een klein steentje bijgedragen vandaag. Tot nu toe werken de updates in ieder geval van McLaren wel. Um, we hadden het er al even over. Max Verstappen kwam vandaag niet verder dan een P4. Was hij daar tevreden mee? Of juist helemaal niet? Uh, nou, hij was vooral niet tevreden met uh, de nieuwe asfaltlaag. Dat is toch wel uh, ja, het thema uh, in de paddock na afloop. Hè, het het uh, autodromo José Carlos Paatje, geweldige naam trouwens... Uh, ...maar is volledig opnieuw uh, geasfalteerd. Maar Max Verstappen zei, ja, daarmee is het niet beter geworden. Sterker nog, daarmee is het alleen maar slechter geworden. Uh, en met het woord slechter doelt hij op uh, hobbeliger. Nou ja, dat is voor iedereen zo. Maar Max zei, van, ja, dat is vooral voor, voor Red Bull. Voor ons is dat heel slecht, zei Max Verstappen... Uh, want we weten allemaal, die Red Bull-auto gaat niet zo goed over de hobbels... en gaat niet zo goed over de kerbstones. Dus ja, dat ook het circuit van Interlagos een stuk hobbeliger is geworden... Uh, betekent volgens Max dat die baan nu een stuk minder bij de Red Bull-auto past... dan dat dat in de afgelopen jaren het geval was. Zelfs zozeer dat Verstappen concludeerde van... ja, toen ik naar buiten reed voor de sprintkwalificatie... wist ik al meteen dat we snelheid tekort zouden komen. Nou, dat bleek ook wel... Uh, die conclusie trok ook helemaal Marco. Hij zei van ja, we kwamen vooral snelheid tekort in de bochten 4 en 9. Hij heeft nog wel een beetje goede hoop dat, dat uh, Charles Leclerc, in ieder geval voor de sprintrace als Max daarin uh, iets kan doen in de openingsfase, dat Leclerc dan misschien nog wel binnen schot kan zijn. Uh, maar Marco concludeerde letterlijk, hij zei van ja, uh, McLaren, daar kunnen we op dit moment heel weinig tegen beginnen. Dat wordt schier onmogelijk. Uh, ook daarvoor geldt misschien dat Red Bull dan wel weer een soort van uh, regendansje doet. Hè? Want uh, in de regen komt het iets minder op de pure limiet aan, maar veel meer op de coureur en op het vinden van alternatieve lijnen. Nou, we hebben in 2016 gezien, daar is Max wel redelijk goed in in, in Brazilië. Uh, dus heel misschien doen ze bij Red Bull dan een soort van regendansje. Maar in ieder geval concludeerde Max van ja, we hebben sowieso werk aan de winkel. En dat geldt ook voor zondag, want helemaal het verhaal compleet maken. Uh, we zeiden het gisteren al in de F1 update. We stappen. Zou natuurlijk die motorische kritstraf incasseren. Dat is inmiddels gebeurd. Dat is officieel geworden. We hebben de documenten van de Via binnen. Uh, dus Max Verstappen heeft een nieuwe uh, interne verbrandingsmotor. Dat komt nog maar vijf plekken te staan. Nogmaals, niet voor de sprint, maar wel voor de hoofdrace. Dus dan moet Max Verstappen vijf plekken achteruit op de startopstelling. Tot nu toe, dus nog niet echt een positieve dag voor Red Bull. Dan ook nog even over naar teamgenoot Sergio Perez. Die had ook weer een dramatische kwalificatie. Hij start morgen tijdens de sprintrace op P13. Uh, ja, wat verklaart hij daarover deze keer? Ja, nou ja, uh, waar, waar, waar ligt het aan, is de vraag. Nou, het antwoord is: niet aan het chassis. Dat kan in ieder geval nagenoeg niet. Want uh, uh, Checo heeft een ander chassis, ik moet zeggen, ander. En niet volledig nieuw, want het is geen uh, nieuw exemplaar. Dat slaat ook weer terug op het bu uh, budgetplafond. Want ja, die ruimte is er simpelweg niet meer. Met nog maar een paar races voor de boeg. Uh, maar Checo dacht dat het de afgelopen races allemaal aan het uh, chassis zou liggen. Hij had daar geen vertrouwen in. Klaagde daar ook over bij het team. En toen dacht het team: nou ja, om hem te helpen, gaan we dan terug naar een ander chassis voor Checo. En ja, ook al is de mentale kwestie, misschien helpt dat een beetje. Uh, nou, vandaag heeft het heel weinig geholpen. Uh, althans, Checo zei zelf van, Nou, VT1 ging nog wel Ik moet zeggen, daar stond PRS ook al redelijk onderaan Maar goed, uh, de eerste paar runs Gingen nog, gingen nog wel uh, redelijk hoopgevend Daarna had PRS Naar eigen zeggen, moeite met de, uh, de Baantemperaturen die terugliepen Nou, daardoor had hij wat onderstuur Dat hebben ze ook proberen te lossen door de Rembalans aan te passen en door wat Andere tools aan te passen uh, Maar, zei Checo, daardoor uh, ja, Is het probleem gewoon verschoven En daarna had ik in één keer problemen aan de Achterkant van de auto. Dus zo verklaart uh, Sergio Perez deze nieuwe Sof uh, Ik moet zeggen, de timing was ook allesbehalve gelukkig, natuurlijk. Hè? Want in SQ2 wilde hij nog een uh, vliegende ronde aan het einde doen. Maar goed, uh, was hij te laat. Dus kwam hij te laat over start en kon hij die, 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 die poging niet meer voltooien. Dus eigenlijk uh, ja, uh, leek het er niet op en het zat alles weer tegen. Nou, bij het constructeurskampioenschap heeft iedereen zich er wel een beetje bij neergelegd, volgens mij, dat Red Bull derde gaat worden. Uh, dus ja, daar is de pijn al een beetje genomen. Uh, maar vooral voor Checo zelf persoonlijk is dit natuurlijk heel slecht nieuws. We hebben het in de F1-update van, uh, van gisteren een beetje behandeld. Maar goed, de, de RB-coureurs loeren op zijn zitje. Lawson had vandaag weer een goede dag. Uh, ook Colapinto moeten we dus in dat hele spel meenemen. Er wordt gesproken over één van die vier Red Bull-zitjes... bij welk team het dan ook mogen zijn, bijvoorbeeld bij het zusterteam. Uh, maar goed, die gesprekken zijn vandaag weer een beetje doorgegaan... want Christian Horner is gesignaleerd in de Williams Hospitality... Ook daar ging het over in de persconferentie voor teambazen. En toen zei James Fowles, nee, nee, dat had niks met Cole Pinto te maken. Uh, maar wij hebben sindsdien, uh, sinds kort, hebben we een nieuwe koffiesponsor, een nieuwe koffiepartner. En Christian Horner wilde heel graag die nieuwe koffie eens een keer proeven. <laughs> nou ja, ik laat aan de mensen thuis over hoe geloofwaardig dat is. Uh, maar in ieder geval, het, uh, ja, het onderstreept wel eens te meer dat Checo moet gaan leveren, wil die ook volgend jaar nog in die auto zitten. De druk staat er zeker goed op bij Sergio Perez. En laten we hopen voor Christian horen dat de koffie gesmaakt heeft. <laughs> ja. Nou, haakt dit het al eventjes aan. Max Verstappen klaagde over het nieuwe asfalt. Waren er meer coureurs die hierover klaagden? Oh ja, ja absoluut. Ja, bijna overal. De, de Engelsen zouden zeggen: up and down the grid En up and down is wel, een mooie, is wel een mooie woordkeuze met die hobbels. En nee, iedereen had het erover. Zelfs Oscar Piastri, dus de, de sprintpol zitter. Uh, Oscar zei van ja, het is al een hele uitdaging om het eind van een rechte stuk te kunnen zien. En zeker op start-finish, waar het natuurlijk behoorlijk omhoog loopt. Hij zei ja, is het heel moeilijk om überhaupt fatsoenlijk voor je te kunnen kijken. Uh, hij zei trouwens wel over het asfalt zelf: van ja, het gripniveau is goed. He, het is een nieuwe asfaltlaag, daar hebben ze nog weer een, een bitumenbehandeling overheen gegooid. Wat tegenwoordig wel vaak gebeurt. Uh, en dus zei Oscar van ja, het gripniveau is prima. Maar de grote uitdaging is om de auto met vier wielen op het asfalt te houden... en dat valt door al die hobbels nog niet mee. Nou, daar hoorde je dus ook bij Max Verstappen. Uh, maar ook bij de Mercedes-coureurs. George Russell, die zei van, ik reed naar buiten en ik dacht... wat is dit? Wat is hier gebeurd? Wat hebben ze in hemelsnaam met dit circuit gedaan? Uh, en Lewis Hamilton, die waande zich eigenlijk twee jaar terug in de tijd. Die waande zich weer in 2022. En meer specifiek bij de porpoising-problemen van Mercedes. Hij dacht, ik, ja, ik stuitte er weer als een malle, dus het is bijna net als twee jaar terug... Nou, het goede nieuws voor Lewis, het zat nu niet zozeer in de auto, maar meer in het circuit. Eén dingetje wat nog wel interessant is over uh, de nieuwe asfaltlaag... ...is dat Alexander Albon zei van ja, dat nieuwe asfalt aan zich, uh, dat is ook net schuurpapier. Dat is het woord wat hij gebruikte. Uh, en daarmee bedoelde hij dat de banden ook veel sneller zouden slijten dan in de afgelopen jaren. Uh, en dat is wel interessant, want stel die regen komt niet... Stel, het worden gewoon twee droge uh, races in, uh, in Brazilië en Sao Paulo. Uh, dan gaat dat natuurlijk een factor van belang worden. Dus ik denk dat alle teams heel nauwgezet gaan kijken naar de data van de sprintrace. Hoe is de bandenslijtage? En eventueel, indien nodig, uh, op basis daarvan dan de setup nog weer aanpassen voor de, voor de kwalificatie en vooral de, de hoofdrace. Tot nu toe dus nog geen positieve ervaringen over het nieuwe asfalt. Tot slot nog eventjes over naar Oliver Berman. Die is vandaag natuurlijk ingestapt voor Kevin Magnussen... die herstellende is van een ziekte. Um, nou werd zojuist bevestigd dat hij het hele weekend gaat rijden... maar hij heeft vandaag toch ook alweer goede prestatie neergezet, hè? Uh, ja, absoluut. Ja, Heel goed gedaan van, uh, van Oliver Berman. Uh, ik moet zeggen, het was sowieso al misschien niet heel reëel... dat ze dan weer tijdens het weekend zouden wisselen. Want de FIA denkt überhaupt in een soort koppeltjes in een sprintweekend. Oftewel, als jij de sprintkwalificatie doet... Dan moet je ook verplichte sprintrace doen. Dus ja, Magnus had dan sowieso zaterdagmiddag nog niet in mogen stappen. En dan had hij later op de dag eventueel dan de kwalificatie moeten doen. Dat was allemaal al ja, heel onhandig geworden. En nu door zijn fysieke gesteldheid uh, doet Berman gewoon het hele weekend. Nou, dat is positief. Uh, er zit ook een leuk verhaal achter hoe, uh, hoe het tot stand kwam. Namelijk hoe hij het te horen heeft gekregen. Berman zei van ja, ik werd om uh, half zeven ochtends werd ik wakker gebeld. Hij pakte zijn telefoon. En hij zag de naam uh, Ayo Komatsu, de teambaas. En hij zei, nou, toen ik dat zag, toen was ik iets minder boos. Want Berman zei, als het mijn moeder was geweest of mijn familieleden... Uh, die dan bijvoorbeeld even het tijdsverschil vergeten waren... dan was ik wel boos geweest. Dus <laughs> hij was nog iets minder boos omdat het de teambaas van Hazen uh, betrof. Maar goed, uh, daarna heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Wel weer typisch Berman trouwens, dat hij, uh, ja, dat hij nog heel perfectionistisch was. Want Oliver Berman zei van, ja, uh, SQ3... Die eerste run, uh, de enige run ook voor hem. Ik maakte een foutje in sector 1 en de rest van de ronde was heel goed. Dus ik baal enorm van dat foutje en ik ben een beetje teleurgesteld. Ik zou willen zeggen, hij moet al helemaal niet teleurgesteld zijn. Want uh, dat hij het derde gedeelte heeft gehaald. En ook dat hij voor Nico Hilkenberg is geëindigd. Wat toch ook uh, iemand is die altijd goed is in kwalificaties. Ja, dat zou hem juist al heel veel voldoening moeten geven. Dus uh, ik zou willen zeggen, als Oliver Berman van, uh, vanochtend is, het dan als de video live komt... Uh, als hij dan iets langer mag uitslapen dan, uh, dan gisteren, dan kan hij dat met een goede gemoedstoestand doen. Uh, want ja, hij zou vooral heel trots moeten zijn. Eén ding om het verhaal nog helemaal compleet te maken, is dat as we speak, uh, moment van opnemen, net daarvoor eigenlijk, dat Charles Leclerc alsnog op het matje uh, is geroepen door de stewards vanwege het vloeken op het moment van opnemen. Dus nog geen uitspraak daarover, maar dat loopt nog. En uh, mocht daar iets uh, meer over bekend worden, lees je dat natuurlijk wel uh, op de website. Laten we inderdaad hopen voor Oliver Berman dat hij, nou ja, voor ons nu vanochtend, beter heeft kunnen uitslapen. Ronald, bedankt voor je tijd. Jullie bedankt voor het kijken. En wil je nou geen video van ons missen? Vergeet dan niet te abonneren. En tot de volgende!